Moet je eens kijken hoe lief dit is. Mooi. Nou, deze hebben ze er vandaag afgejekkerd. Ook goed. Hi, kerel. Oké, we staan hier bij de toon. Want ik heb deze besteld. Deze kleine innie mini. Kun je hem even een beetje hier houden, schat? Kijk, deze kleine innie mini heb ik besteld. En we hebben een beetje research gedaan. En hij moet gekoppeld worden. Hele goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 28 januari 2022 en het is nu 7:15 in de ochtend. Ja. Ik zit hier al voor mijn pc, ik ga even een vlogje editen en ik ga even kijken hoe laat ik aanwezig moet zijn voor de coronalijn. Ja, ik heb een vraag gemeld. Waarom weet ik niet meer. Zo. We gaan het allemaal lekker meemaken. Maar ik, ook Ro, alleen die ligt nog lekker thuis te pitten. Wens jullie heel veel kijkplezier. Dit is een gloednieuwe vlog. Nou, ik ben bezig. Kijk, daar ben ik mee bezig. Ik mag niet al te veel laten zien. Ik moet iets downloaden, maar heb ik al gedaan. Dus we gaan het meemaken. Ik hoop niet dat alles te snel gaat, want dan kan ik het niet bijhouden, nee. En ik zit niet echt comfortabel, moet ik zeggen, maar het is om even iets te kunnen doen vanzelf. We gaan het meemaken. Ja. Ja mensen, dit is ook de realiteit van iemand die pijn heeft van Agnes. Die dus gewoon lekker op bed ligt, zeg maar. Nou, niet lekker, maar oké, maakt niet uit. Ik verga van de pijn. Maar ik ga hem overhevelen naar dinsdag, want dan heb ik nog een week. Om dus bedrust te houden. Vraag me niet hoe, maar ik ga het wel doen. En dan morgen gaan we nog naar Den Helder. Vraag me niet hoe, maar we gaan het wel doen. Ja, daar is ik op. Vraag me niet hoe, maar ik ga het wel doen. Want deze dame is eigenwijs. Ik heb eigenlijk bedrust nodig, maar ik wil gewoon even naar mijn mama toe. En even naar mijn andere mama, want die heeft me hulp even gevraagd. Dus daar gaan we ook even naartoe. En ik weet niet hoe lang die hulp gaat wezen. Maar waarschijnlijk ga ik Ro gewoon zeggen van, joh, dat en dat en dat, dat moet je doen. Ik ken mezelf een beetje. En ik weet de club een beetje uit mijn hoofd, zeg maar. En ik ga dus nu proberen te gaan slapen. En dat licht daar is voor mij dus een beetje te veel. Ja. Daarom ook als ik zo doe, dat ik deze ogen dicht heb. En als ik zo doe, dan zien jullie mij beter. Mijn ogen. Ja, hoe toevallig. Maar oké. Ik ga even lekker slapen. Hopelijk een beetje pijnvrij als ik ga slapen. Kijk, dit is liggen dan. Hey Google, doe lamp woonkamer aan. Moet eens kijken hoe lief dit is. Mooi. Nou, deze hebben ze er vandaag afgejekkerd. Ook goed. Hi, kerel. En ik ben moe. Dat is ook wel aan mijn gezicht te zien. Helemaal top. Yes, en dit moet ik even opruimen. Daar ligt er één. Daar ligt er één. Die is lekker aan het eten. En ga ik even deze weer uitzetten. Hey Google, lamp woonkamer uit. Dank je. Kijk, deze kan ik ook wel doen, maar die is heel veel gelijk. Hey Google, lamp PC aan. Prima, ik moet twee lampen aan. Hou je mond.
Hey. Hey, meisje. Hey, kind. Wat moet jij daar tussen? Morgen even, vanmorgen eventjes zus. Hey, meisje. Hey, Tut. Hey. Kom dan. Goldie. Ja, kom eens eruit. Dan niet. Ja, prrrt. Nou. Hey Google, doe lamp PC uit. Nou, dan gaat hij ook die andere doen. Hey Google, lamp PC uit. Doet hij niet. Hey Google, lamp PC uit. Gaat hij allebei doen? Ja, dat zeg ik. Ja, nou, die moet ik dus nog even veranderen. Achterkamer dus. Wat dat dus. Ja. Hey Google, lamp woonkamer aan. Dank je. Oké, we staan hier bij de toon. Want ik heb deze besteld. Deze kleine innie mini. Kun je hem even een beetje hier houden, schat? Kijk, deze kleine innie mini heb ik besteld. En we hebben een beetje research gedaan. En hij moet gekoppeld worden aan de toon. Dus dat gaan we ook doen. Auw. Nou, dan gaan we dus hier naar de puntjes toe. Dan hebben we hier daar rookmelder. En dan gaat ja, even kijken. Even geduld. Hey Google, lamp keuken aan. Oké, okay, ik doe de lamp keuken aan. Hey, ja, zo, prima. Nou, dan gaan we dus nu op koppelen drukken. Even kijken, ik doe wel even flits aan. Geduld. Zo, dan zie ik even iets meer. Ja. En dan gaan we op koppelen. Ja. En dan doen we nog een keertje op koppelen. Ja. Drie keer snel. En drie keer snel achter elkaar. En gewoon even wachten. En het duurt vaak een beetje eventjes, maar... Kijk wat, ja, ja, gekoppeld, ja. Nu al, kijk. Gaan we een naam geven? Ja, we gaan het ook... Nou, dan gaan we op verder. Zoals hier. Kijk, en hebben we hier dus... Test je ook wel. Nou, dan gaan we die even testen. Nee, doe maar gewoon hier. Gewoon hier. Moet je testen? Nou, zoals daar heb je dus... Laat me eerst dan even praten, eventjes, ja, dingen uitleggen. En doe, ja, ik hem weer even zo. Ja. Houd de knop van de rookmelder ingedrukt totdat er een wit lampje verschijnt. Laat de knop los wanneer een korte piep hoort. Oké, okay, doen we dat eerst. Een beeld houden zo. Knopje indrukken. Even geduld. Ja. Yes, oké. Oké. Groen. Oké, okay, wacht tot het lampje roze wordt. Ja. Druk dan nogmaals kort op de knop van de rookmelder. Wanneer het lampje continu groen brandt, heeft de rookmelder een verbinding met toon. Herhaal deze stap als het roze lampje gemist hebt of als het lampje niet continu groen brandt. Inlukken. Ja. Nee, wacht even. Oké. Okay. Nee, hou de knop van de rookmelder ingedrukt totdat er een wit lampje verschijnt. Wit lampje. Juist. Oké. Okay. Groen, oké. Okay. Los. Ja. Oké, okay. Volgens mij ga je een beetje te snel. Luister nogmaals. Ik ga hem nog een keertje voorlezen. Ook voor de mensen. Ik lees voor, jij onthoudt. Houd de knop van de rookmelder ingedrukt totdat... Nee, wacht even. Ja, ja. Totdat er een wit lampje verschijnt, laat de knop los wanneer een korte piep hoort. Dus lang ingedrukt houden. Juist. Wacht totdat er een lampje roze wordt. Druk dan nogmaals kort op de knop van de rookmelder. Wanneer het lampje continu groen brandt, heeft de rookmelder een verbinding met toon. Even wachten, even wachten.
Nou, en zo gaan we dat nog even zometeen allemaal herhalen. En jullie krijgen het zometeen wel van ons te horen. Zie je een andere kleur of knippert het lampje? Nee. Dus, we houden jullie op de hoogte. Ja, ik ben gisteren helemaal vergeten om af te sluiten. Dus dan doe ik dat nu nog maar even. Ik wil jullie gewoon heel graag bedanken dat jullie de moeite hebben genomen om te kijken naar deze video / vlog. Het maakt me niet uit hoe je het noemt. Ik wil gewoon zeggen, dankjewel voor het kijken. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. Laat even een leuke reactie achter. En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.